Bekker met de bal naar het bord. Gaat omhoog. Lekker hoor, dit kan hier 1 tegen 1 vanaf de 45 graden naar binnen toe. Pisaar voor een 3, verre 3. Hij kan het, als alles boven de vrije hoorplein kan hij zijn crisis raak schieten. Hoort hij de jongen met de bal. Crosspaas naar Van Breem, maar een goede shotfake gaat omhoog. Ja, goede drive, mooie actie. Ja, ja. Daar zit natuurlijk wel het verschil. Nou, schaft hem daar naar binnen. Ik vind dat zelf dat hij een fout mee had moeten krijgen. Bouwknecht met de bal, passen naar Ververs en Isai die de stiel pakt. 5 seconden, 4, 3, geeft 2, hem aan Dix, Dix 1. Voor 3. Om het af te sluiten, lekker hoor. Het publiek op de bank hier, Dix laat het zich horen. Frank in de rust nog even met de technisch directeur van Feyenoord, Armand Salomon. Die gaf ook aan, verbazingwekkend. Hoe lang Bek de oefeningen doen, het is een kniegevalletje. Moet nu even gecheckt of het misschien een meniscus. Maarten Bouwknecht voor 3. Oh, wat een schot zeg. Oh, lastig schot. Maar Bouwknecht gaat weer over dat dubbele skin in, denk ik. Dan krijgen we weer een curl. Daar komt niet eens aan de pas. Bouwknecht gaat gewoon over die skins en die legt hem erin. Toch een speler die je wel nodig gaat hebben in een wedstrijd als deze. Nou, Bek met de bal. Hij wil er niks mee doen. Renners met de fadeaway. Hij is warm. Het is zo belangrijk de wedstrijd om mee te blijven doen met de top 5. Reynolds voor 3. Zo far Reynolds. Hij is niet te stoppen op dit moment hoor. Hey, geef die jongen die bal. Wordt gezocht naar Zavar. Nee. Van der Lis met de bal. Van der Lis kan eerst dit. Met de shotspeak voor 3. Taka! Van der Lis met de met zijn snelle handjes ben je die bal zo kwijt. Ja, dat is niet leuk om tegen te spelen. Leiden lijkt toch de druk iets te gaan opvoeren. Dix vanuit de corner ondertussen voor 3. 2 Dix. Die Luc van Bree die... Luc van Bree vanuit de corner voor 3. Ja, dat hebben we een paar keer gezien. Dat kan niet vanuit de corner. Verschil weer terug naar 8. Maar dan. 10 seconden op de schotklok. Ja, Isa zit daar een beetje opgestoten. Die vindt daar Bizar. Bal naar Beckham. Beckham! Maarten Bouwknecht met de bal. Bal naar Kruithof. De Rion komt naar de overkant. Die blijft staan. Beckham met de bal. Bouwknecht voor 3. Erin. 2 punten verschil. Verschil terug naar 2. Maarten Bouwknecht voor het laatste schot van de wedstrijd. 3 punten. Maakt hem nog. Verschil naar 5. 2 seconden te gaan. Hij heeft de bal alleen maar aan te raken en is het afgelopen. Bas, gefeliciteerd. Ik vind het echt heel knap. Wat een wedstrijd was het. Wat een stuk gemaakt. Heel fijn wordt hier